komt voor Danielle Hermans. Dat vind ik een hele aardige schrijfster. Goede boeken. En ik hoop dat ze een aantal boeken wil signeren voor mij. Gina Lico, Tim van de Vliet, Danielle Hermans, Ilja Pijper en Atte Jongstra. We hebben een schrijvers op tournee. Dat wil zeggen dat we met een heleboel schrijvers op verschillende manieren het land in gaan trekken. Er rijden twee bussen met auteurs door het land. Die rijden allebei een verschillende route. Dit is er één van. En verder zijn er nog auteurs die op allerlei verschillende plekken workshops geven of lezingen. Dus er gebeurt van alles de komende dagen. Weet je hoeveel het heeft gekost om mij hier in Europa te krijgen? De volharding uit 1920. Nog één dag en dan was hij er vanaf. De chauffeur begon te neurien. Ik vind het heel leuk om de auteurs en de klanten bij elkaar te brengen. Dat ze zien dat er ook mensen achter de boeken zitten die ze schrijven. Het is ook heel erg gezellig om in de winkel te zijn en om contact te zoeken met je lezer. Hè? Want het is natuurlijk, een boek schrijven is één ding. En het dan uitbrengen, en dat zijn allemaal verschillende stappen. Maar om daadwerkelijk de lezer te spreken, dat is ook echt heel erg leuk. Elk moment dat ik beleef, is er één van mij. Helemaal alleen van mij. U heeft net een boek gekocht. Van welke schrijver is dat? Van Ilja, Lennart Vijver. Bent u fan van hem? Ja, ik ben een fan van hem. Nou, het is gelukt. Ik had twee boeken meegenomen. Ik heb er hier eentje gekocht, nog een extra. Dus heeft ze alle drie gezien hier. Het was hartstikke leuk. Ik verheug me op volgend jaar.